Nou, vegan honden, echt waar? Serieus? Ja, echt serieus. Sterker nog, honden kunnen planten eten en dat wordt wereldwijd eigenlijk al erkend door wetenschap, door dierenartsen. Alleen de consensus of de aanname is toch wel voornamelijk: hond is van een wolf afkomstig, dus moet vlees eten. Ja, dat is de helft van het verhaal, want honden kunnen dus ook planten eten en dat kunnen ze heel erg goed. Wij vonden het tijd om dat verhaal nou eens goed uit de doeken te doen. En dat hebben we gedaan in dit boek Dog Eat Plant. Mijn naam is Lisette Krijsje, dit is Rick Scholten. Ik ben vegan activist en boekenschrijver. Rick, wie ben jij? Nou, ik ben Rick Scholders en ik heb een webshop Vegavriend en een groothandel Vegan Pets. Daarnaast heb ik een achtergrond in milieukunde en filosofie. En ben ik ook hondengedragstherapeut en geef ik soms les op een hondenschool. En samen met Lisette heb ik Dog Eat Plant geschreven. En daarin hebben we eigenlijk de why, how, what gecoverd van dit onderwerp. Dit belangrijke onderwerp waarvan wij echt denken dat moet verteld worden. Want waarom zouden we het ene dier lief hebben en het andere dier opeten als dat niet nodig is? In het geval van honden is dat niet nodig. En sterker nog, het is best gezond. Heel gezond zelfs. Ik zei het al eerder, wetenschappers en dierenartsen zijn het er al over eens. De mens moet alleen nog een beetje aan boord komen. Het is ook goed voor het klimaat. En we brengen dierenleed ermee omlaag. En dat is iets wat ons allebei wel aan het hart gaat. We zijn beide al zo'n 20 jaar vegan. Dus het was maar wat tijd om dit verhaal ook te gaan vertellen. Dat we juist door honden plantaardig voer te geven ook dierenleed omlaag kunnen brengen. Dan denk je misschien dierenleed. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, Rick, jij hebt echt serieuze berekeningen gedaan over honden die daadwerkelijk wel vlees eten. En dan hebben we het niet over slachtvlees. Hoe zit dat nou? Of slachtafval, moet ik zeggen. Slachtafval, ja, nee. Het lijkt er altijd op dat honden misschien niet zo'n grote bijdrage leveren aan de hoeveelheid vlees die er geproduceerd moet worden. Maar honden eten eigenlijk best heel veel vlees. En ik heb wat berekeningen gemaakt en een van die berekeningen, daar blijkt bijvoorbeeld uit dat dan een kleine hond van 15 kilo, ongeveer een beagle-achtige grootte, die eet toch al een hoeveelheid vlees waarvoor zo'n beetje 500 kippen nodig zijn in zijn hele leven. En als je een grotere hond hebt, zoals een Rottweiler, dan zijn dat er zelfs 1250. Dus dat zijn echt enorme hoeveelheden, zulke grote hoeveelheden dat je al lang niet meer van slachtafval kunt spreken. Dus dat je hebt echt wat meer dieren nodig dan dat er slachtafval overblijft. Ja, precies. En dus als je hond plantaardig zou gaan eten, help je dus om dierenleed te verminderen. Maar je kunt je ook voorstellen als een dier zoveel vlees eet, dat die pootafdruk best groot is. En dan hebben we het in één keer ook over het klimaat. Dat je daar dus een bijdrage aan kunt leveren door je hond plantaardige voeding te geven. Die bijdrage is best wel groot. Nou, we horen steeds vaker hè, door de VN en allerlei wetenschappelijke rapporten dat we er toch wel massaal goed aan zouden kunnen doen als we allemaal plantaardige voeding zouden omarmen. Zeker gezien we als mensheid natuurlijk groeien, 9 miljard mensen op de aarde. Het gaat niet heel goed met het klimaat, dus we kunnen daar een significante bijdrage aan leveren. Dat geldt dus ook voor honden. Nou, Rick, jij bent milieukundige. Jij bent echt eventjes flink gaan zitten rekenen en zo. En dit is niet het minst verhaal, hè? Er zijn allerlei organisaties die daar ontzettend veel onderzoek naar hebben gedaan. Het klimaatprobleem is natuurlijk een groot. Daar hebben we met z'n allen mee te maken. En ja, er moet echt iets gaan gebeuren. En al die onderzoeken, al die wetenschappelijke organisaties van de WHO en dat soort dingen, die hebben allemaal onderzoeken gedaan. En het blijkt steeds maar weer uit, we moeten ons best gaan doen om veel minder het milieu te gaan belasten. Ja, en een van die dingen die we moeten doen is gewoon veel minder vlees gaan eten. Nou, en aangezien onze honden ook best een grote bijdrage leveren. Is het ook van belang dat onze honden ook meegaan in die plantaardige, die verandering naar plantaardige dieet? Ja, dus dan zie je dus, nou, we brengen het dierenleed omlaag. We kunnen een significante bijdrage leveren aan het klimaat. Hoe zit het nou met de gezondheid? Natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk allemaal over. Je wil dat je hond goed en gezond eet. Dus we hebben hier een verantwoordelijkheid om dit verhaal goed te vertellen en ook te zorgen dat die hond aan al zijn nutriënten komt. Hebben al verteld, een hond kan prima plantjes eten. Misschien is dat een beetje gek om te begrijpen, want die hond was ooit een wolf. He, dat wordt ook vaak gezegd. Hond was wolf, moet vlees eten. Het is wel een beetje anders bij honden. Honden leven zo'n 10.000 jaar naast mensen en zijn met die mens gaan samenleven en ook gaan samen eten.
Dat betekent dat ze ook granen op een gegeven moment zijn gaan eten. En groenten en andere plantaardige bronnen waar koolhydraten in zitten. Die spijsvertering is ze gaan aanpassen op het verteren van die koolhydraten. En daarom zeggen wetenschappers nu ook, het vergelijken van een wolf met een hond nu is een beetje als vergelijken van appels met peren. Dus die hond kan prima plantjes verteren. Het is goed. We kijken dus niet zozeer naar de ingrediënten, maar naar de nutriënten. En een hond kan prima al zijn behoeften halen uit die planten. Kan die gewoon. Makkelijk. En jij hebt ook nog iets, want het was dus belangrijk om te kijken naar de VDAF hierin, in Europa ook. Kun je daar misschien nog wat over vertellen? Ja, je hebt de brancheorganisatie VDAF, die doen een aantal dingen, maar een van de dingen die ze hebben opgesteld is een guideline. En daarin is opgenomen hoeveel voedingsstoffen er in een in diervoeding moet zitten, onder andere voor honden en voor katten. Allerlei wetenschappers hebben daaraan bijgedragen en daar is een lijst uit vandaan gekomen wat er minimaal aan voedingsstoffen in diervoeding moet zitten. En je hoort mij dat al voedingsstoffen zeggen. Ik zeg juist geen ingrediënten, want in die lijst bestaan uit voedingsstoffen. En dus niet ingrediënten, het maakt niet uit waar die voedingsstoffen vandaan komen, als ze er maar in zitten. En al die voedingsstoffen zijn ook prima uit plantaardig materiaal te halen. Ja, dus als een hondenvoer alle voedingsstoffen bevat die de hond nodig heeft, dan maakt het ook niet meer uit of het plantaardig of dierlijk is. En dan komen we natuurlijk bij de tofu-vraag. Hoe? Hoe gaan we dat nou doen? Nou, het is best wel heel simpel, want je hebt gewoon plantaardige brokken en plantaardig blikvoer op de markt. Dus als je zegt, hey, dit verhaal vind ik interessant, ik wil ook wel meedoen aan die beweging, ik vertrouw er wel in, dan kun je dus gewoon je brokken vervangen met je brokken die vegan zijn of met natvoer. Het wordt pas leuk als je denkt, ik wil wel voor die hond gaan koken. Wij hadden niet verwacht dat veel mensen dat zouden gaan doen, maar toch vonden we het belangrijk om recepten in het boek op te nemen die betrouwbaar waren. Dus Rick, jij hebt echt, we hebben wat recepten ontwikkeld. Jij bent echt alle rekensommen gaan maken. We hebben elk recept hebben we gekeken of dat voldoet aan die VDAF-richtlijnen, dus dat alle voedingsstoffen bevat die het nodig heeft. Daarvoor maken we ook gebruik van supplementen om ervoor te zorgen dat het compleet wordt. Uiteindelijk hebben we 7 recepten erin opgenomen die compleet zijn. En die hebben we vervolgens ook laten toetsen door Esther Plantinga. Dat is een voedingsdeskundige. En die heeft gekeken of het inderdaad klopt wat we gedaan hebben. En inderdaad, alles zat erin wat erin zat. Dus daarmee zijn die recepten gewoon veilig. Daar zit dus alles in wat een hond nodig heeft. En als je hem dan iedere dag zo'n recept geeft, dan krijgt hij gewoon alles binnen wat hij nodig heeft. En waar moet je dan aan denken? Het is eigenlijk heel simpel. Het zijn gewoon peulvruchten, groenten, fruit, wat kruiden, misschien wat zeewier. Een hond heeft een beetje olie nodig, een beetje zout. Het is eten wat wij mensen prima zouden kunnen eten. Wij zouden het misschien wat vetter maken en wat zouter, want daar houden we nogal van. Maar voor een hond is het eigenlijk gewoon heel goed eten. We verwachten niet dat iedereen elke dag anders gaat koken. Rick zei het al, er zijn supplementen op de markt die je dan toevoegt, zodat je zeker weet dat hij alles binnenkrijgt. Maar zelfs daarover zei Esther Hageplantinga, je kan prima elke dag wat anders koken en dan is de hond zelfs in staat om zonder supplementen alles eruit te halen. Maar daar gaan we gewoon niet van uit. Dus we hebben ervoor gezorgd dat je gewoon met alle goed vertrouwen en zorg die recepten kan maken en dat die honden daar heel blij van worden. Want blij worden ze er zeker van. Ja, het lijkt natuurlijk altijd plantaardig alsof het niet lekker zou zijn voor honden. Maar onze ervaring is nu echt heel erg anders. We hebben een aantal recepten op onze eigen honden getest, bij andere honden, om te kijken of ze het lekker vonden. Nou, en ik kan je zeggen, mijn honden waren er echt hartstikke gek op. Die vinden vers voer vinden ze eigenlijk veel lekkerder dan blikvoer en brokken. Dus dat nodigde voor mij ook wel uit om vaker voor ze te gaan koken. Want ja, je ziet gewoon dat ze dat gewoon hartstikke, hartstikke lekker vinden. En natuurlijk, de ene recept is lekkerder dan het andere. Dat is altijd een beetje uittesten. Maar ja, er zit altijd wel wat tussen. Nou, we weten nu wat die hond dus kan eten, hè, al die mooie plantjes. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oké, maar waar begin ik dan? We zeiden al, je kan die brokken één op één vervangen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren hoe je dit kunt aanvliegen. Nou, jij hebt daar heel veel ervaring mee. Ja, ik heb natuurlijk heel veel honden gezien die overgeschakeld zijn. En voor de een gaat dat heel makkelijk. Dan kun je gewoon van de een op de andere dag overschakelen. En soms voelen mensen zich er ook prettiger bij om dat gewoon in stapjes te doen. Dat is ook geen enkel probleem. Dus stel je begint, je kookt wat en dan geef je dat de ene avond en dan de volgende avond weer het andere voer. En zo kan je in het begin overschakelen door eerst 75% nog het oude voer te doen. En dan langzaam over te stappen naar steeds minder, zodat je uiteindelijk op 25% of 0% van het oude voer nog hebt.
En zo kun je makkelijk overschakelen. En wat ook natuurlijk altijd kan is, we geven honden allemaal snacks. Nou, er zijn heel veel lekkere plantaardige snacks. Er zijn er inmiddels zoveel. Er zit vast wel iets tussen wat je hond heel erg lekker vindt. Van pompoen of zo, hè? Pompoensticks en zoete aardappelsticks of bietensticks. Ja, je hebt inmiddels zo ontzettend veel verschillende soorten. Echt heel veel keuze. Ja. Dus ja, de keuze te over. We weten het nu. Honden kunnen dus prima planten eten. Het is gezond. Het brengt dierenleed omlaag. Het is goed voor het milieu. En het is eigenlijk gewoon een hele mooie keuze die besproken zou mogen worden en waar honden heel blij van worden. Dus waarom niet gewoon doen? Wil je meer weten? Kijk zeker even in Doggy Plant. Hier behandelen we alles in. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En ja, op een plantaardige revolutie voor honden.